Hoe activeer je de cruise control in je Opel? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes van Opel Dealer Liewes en Roden. En deze YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg van een nieuw Opel model of uitleg van een Opel systeem zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, kijk je voor het eerst, ben je natuurlijk van harte welkom. Abonneer je ook op ons kanaal, zodat je wekelijks ook op de hoogte blijft van elke nieuwe video die geplaatst wordt. Nou, autorijden met cruise control heeft inderdaad een aantal voordelen. En zo raak je voet natuurlijk niet vermoeid tijdens het rijden. Je bespaart er ook brandstof doorheen, dus dat is ook een voordeel wat het natuurlijk is. En je hoeft natuurlijk niet op de snelheid te letten. Want je schakelt natuurlijk automatisch snelheid schakelt in en je rijdt erdoor niet te hard. Nou, en hoe bedien je nou de cruise control? Hoe werkt het nou? Hoe krijg je hem er weer af? Ik laat het nu zien. Nou, ik zit momenteel in de Opel Crossland X en daar zit de cruise control aan de linkerkant. Ditzelfde geldt ook bij de Opel Grandland X en ook bij de Opel Combo en de nieuwe Corsa. Nou, wanneer we de cruise control activeren, is de eerste stap die we hebben is de knop die helemaal recht zit. Wanneer je dit knopje indrukt, zien we daar ook in het display ook een melding komen. Met regelaar onderbroken. Nou, dit betekent dat de cruise control nu op de standby stand staat. Wanneer ik bijvoorbeeld, ik sta nu stil, ik rij nog niet, maar wanneer ik bijvoorbeeld 80 nu rij, dan hoef ik alleen maar dit hendeltje dan naar beneden te doen. Hij geeft nu aan dat de snelheid te laag is. Maar dit hendeltje hoef ik naar beneden te doen, waardoor de cruise control dan op dat moment geactiveerd wordt bij 80 als ik dan rijd. Wil ik dan harder rijden, dus stel voor dat ik dan bijvoorbeeld 100 mag rijden, dan kan ik hiermee nog de snelheid omhoog zetten of inderdaad de snelheid naar beneden. Nou, zo activeer je de cruise control. Wanneer ik hem weer af wil hebben, zijn er twee manieren voor. Ja, je kunt natuurlijk de rem indrukken, dan gaat hij er gelijk af. Bij het schakelen gaat hij er ook af als je de koppeling langdurig indrukt. Dus dat betekent dat je ook nog kunt overschakelen. Dus heb ik bijvoorbeeld in de 5 staan en ik kan bijvoorbeeld nog naar de 6 toe. Dan kan ik dus gewoon schakelen en blijft de cruise control erop staan. Wanneer ik de koppeling dus wat langer ingedrukt houd, ja, dan gaat de cruise control er ook af. De volgende manier is, je kan natuurlijk ook dit knopje weer indrukken. Dan gaat hij helemaal weer uit. Dus dan gaat hij ook van een standby functie af. Maar daarnaast is dit knopje natuurlijk wel handiger. Maar als ik daarop klik, dan gaat hij gewoon van de cruise control af. En wil ik hem daarna weer erop zetten, dan kan ik omhoog doen naar de resume. Dat betekent, dan haalt hij de vorige snelheid, pakt hij dan weer op. Of ik kan hem naar beneden drukken en dan pakt hij dan de nieuwste snelheid die ik dan rijd, pakt hij dan weer op. Nou, de knop die hieronder zit, dat is deze. Dat is de knop voor de begrenzer. Dus stel voor dat ik hem ingesteld heb bij 30 of bij 60. Dan kan ik die indrukken. Ja, dan geef ik gewoon gas met de voetgas. Dan kan je namelijk niet harder rijden dan die snelheid. Dan heeft de Crossland X en de Grandland X, die hebben ook nog een hele mooie functie. Dat is de MEM, de memory functie. Wanneer ik die knop indruk, dan geeft hij dus aan hoe hard je hier mag rijden. Elke Crossland X of Grandland X heeft daar ook het symbooltje staan hoe hard je er mag rijden. Nou, stel voor, ik rijd bijvoorbeeld een weg waar ik 50 mag. Ik klik op memory, dan geeft hij aan van hey, je mag hier 50. Druk nog een keer op memory om het te bevestigen. Klik ik nog een keer op memory, dan schakelt hij de cruise control in op 50. Let daarbij wel op dat ik hem eerst wel een keer handmatig heb moeten instellen daarvoor. Nou, en zo werkt de cruise control van de Crossland X, Opel Grandland X, de Opel Combo en ook de nieuwe Opel Corsa die we binnenkort in de showroom mogen verwachten. Nou, en als we naar andere Opel modellen gaan kijken, dan moeten we denken aan de Opel Astra of het Opel model Corsa. En dan niet de allernieuwste, maar het type hiervoor. Die hebben de cruise control, die ziet er zo uit zoals deze. Nou, eigenlijk is de werking daarin wel hetzelfde, maar knopjes zien er net even anders, uit. Daarmee kan ik dus, de eerste stap is dat ik deze bovenste knop indruk. Dan zie ik hier ook in het display onder die naald daar, zie ik daar ook een symbooltje verdwijnen in de kleur wit. Wanneer ik de tweede stap doe en ik doe het tandwieletje naar beneden naar Z, dan wordt dat lampje, die wordt dan groen. Ja, dat doet het nou niet omdat we nou stilstaan, maar die wordt dan groen en dan schakelt hij ook de cruise control in. Nou, wanneer ik dan ook bijvoorbeeld wat harder mag rijden, stel voor ik rijd nu 80 en ik mag dan 100, kan ik hierboven de snelheid omhoog doen en dan kan het eruit ook weer terug. Dus stel voor ik rijd 100 en ik mag 80, kan ik zo de snelheid weer verminderen. Deze linkerknop, daarmee gaat hij dus weer van de standby functie af. Het lampje die dan groen is, dus dan is de cruise control geactiveerd. Als ik hierop druk, dan wordt hij weer wit. Zodat ik bij een volgende keer ook weer het knopje omhoog kan doen naar de resume functie. Dus de laatste snelheid die hij dan ingesteld heeft, pakt hij dan weer op. Of ik doe een nieuwe snelheid om de knop weer naar beneden toe naar set. Ook deze heeft een functie van de begrenzer. Dat doen we dan met het knopje hier rechtsonder.
En daarmee kan ik inderdaad de snelheid ook, geeft hij daaraan. Daarmee kan ik ook de snelheid instellen bijvoorbeeld van de begrenzer. Dus dat is niet dat ik dan via de cruise control werk, maar dan moet ik wel matig gas geven. Maar dan kan ik bijvoorbeeld niet harder gas of niet meer harder rijden dan 30, 40 of 50 km per uur. En ook bij deze cruise control geldt dat wanneer je eraf wil halen, kun je dus deze knop gebruiken die. Je kan die doen. Of je kan via de rem, dan gaat de cruise control er gelijk af. Wanneer je de koppeling langdurig indrukt, gaat die er ook af. Dus ik kan bijvoorbeeld nog wel schakelen. Nou, laten we gaan kijken bij de Opel Astra en dan het type K. Die heeft de cruise control, die ziet er zo uit. Nou, daarin is ook weer eigenlijk weer dezelfde werking. Dus de eerste stap is eigenlijk dit knopje. Die druk je als eerste in. Verschijnt ook in het display dit symbooltje in de kleur wit. Deze, en dan dit tandwieltje kan ik dus naar beneden schakelen. Dan wordt die dan groen. Dan zet je dus de snelheid die je dan rijdt. Naar boven kan ik dus nog wat harder doen. Of naar beneden weer wat zachter. En wil ik hem eraf hebben, dan kan ik dus deze inklikken. Dan gaat hij weer op de standby functie. Hier gaat hij dus helemaal weer eraf. Dan verschijnt het lampje ook uit het display. En de begrenzer, die kunnen we hiermee activeren. Nou, ik hoop je hiermee duidelijk te hebben uitgelegd hoe de cruise control werkt in jouw Opel. Nou, kom je niet helemaal uit? Of heb je nog aanvullende vragen? Ik zou zeggen, typ ze hieronder in. Of bezoek onze showroom aan de Natuurbaan Noord 133 in Roden, waar we je uiteraard verder kunnen helpen. Ik kreeg ook nog een vraag binnen over de cruise control. En die ging als volgt. Een klant die mailde mij, die kreeg de cruise control niet voor elkaar nadat hij had getankt op de snelweg. Nou, dat klopt inderdaad. Want wanneer je tankt op de snelweg en je rijdt daarna gelijk weer de snelweg op, ja, dan druk je eigenlijk de rem niet in. Dus een cruise control die werkt pas als je de rem eerst drukt, de voet erin. Dus deze tip wil ik je uiteraard ook meegeven. Nou, ik hoop dat jullie super geholpen hebben met deze uitleg. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video met uitleg van een open systeem of uitleg van een open model. Ik zou het graag leuk vinden als jullie de volgende week weer kijken. Mijn naam is Hendrik Liewers. Super bedankt voor het kijken. En ik wens je een hele fijne dag.